Suriname kan dit weekend kennismaken met de nieuwste innovaties en technologieën op het gebied van landbouw, veeteelt en visserij tijdens de 12e editie van de Agrobeurs. De organisatie ligt in handen van de Lions Club Quatta in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. Dit jaar is de opzet van de beurs groter vanwege de evolutie van de landbouwsector. Kishan Ramsukul, lid van Lions Club Quatta, zegt dat het belangrijk is om Surinamers bewust te maken van de vele voordelen uit de landbouw. Ten eerste willen we landbouwers, agrariërs eigenlijk de gelegenheid geven om het publiek te wijzen wat ze allemaal doen. Dus het is aan de ene kant, we hebben het jarenlang tentoonstelling genoemd, de landbouwtentoonstelling. Nu is landbouwtentoonstelling slechts een onderdeel van de beurs. Als u voren gaat, dan gaat u zien dat er op een tafel allerlei vruchten, groentes zijn geplaatst om tentoongesteld te worden. Die zullen we trouwens ook veiligen. Lions Club Quatta is een serviceclub, dus we proberen zoveel mogelijk fondsen binnen te halen. Maar daarnaast is het ook om de gemiddelde Surinamer te interesseren. Kijk wat de mogelijkheden zijn. Zet je eigen moestuintje op, vooral in deze moeilijke tijd. Stimuleren wij dat. Bezoekers zien tijdens de driedaagse beurs alle mogelijkheden op agrarisch gebied in Suriname, meent Ramsukul. Als u zegt van ik heb groene vingers, ik wil nu beginnen aan commercieel tuinbouw, dan hebben wij ook bijvoorbeeld de banken hier, maar in het bijzonder het NOVA-fonds is ook vertegenwoordigd. En u kunt daar een heel schappelijke lening krijgen volgens de wet NOVA. Dus dat alles is hier verwerkt. Initieel, dit is onze 12e editie. Initieel was het de bedoeling vooral om jongeren te interesseren in het agrarische sector. De Agrobeurs 2023 begon vandaag en duurt tot en met zondag 7 mei.